De andere helft die ging voetballen, het voetbaltoernooi spelen. Met daarnaast het mastermind spelletje. Nou, daaruit werd ook een winnaar getrokken. En die winnaar die werd vrijdag pas bekend tijdens de finale uiteraard. Dat was de maandag overdag. Ja, s'avonds hadden we dan het havenspel. Gingen we weer lekker het bos in. Het was goed weer ervoor gelukkig. Want ja, dat heel af en toe was dan regen gehad. Maar die avond gelukkig niet. We hadden een havenspel gedaan. Ook in het Westlandse thema. En dat liep eigenlijk helemaal goed. Zonder stoere mannen. Dus die liepen gewoon lekker verder. Dat ging helemaal goed. Komen bij de dinsdag. Hadden we alle rollen uit omgedraaid. De zeven groepjes die gingen voetballen. Afgelopen maandag, die gingen dinsdag lekker fietsen en hadden we eigenlijk spelletjesavond. Nou, dat was eigenlijk de enige. Dus we hebben een lekker bingo'tje gedraaid en we hebben een hele leuke film gekeken. En daarna lekker op tijd naar bed en de spelletjesavond lekker doorgezet naar de andere avond. De woensdag hebben we een kompastocht gedaan. Nou, dat was toch vrij lastig voor sommige groepjes. Je loopt alleen met elkaar. Eetjes en F's zijn we voor de ENF. En ze mochten een slang vasthouden en een vogelspin vasthouden, dus dat was eng, maar wel erg leuk. En de C&D die bleef lekker op kamp thuis, van een groot luchtkussen gehuurd met een stormbaan. Dus die gingen lekker met water en de stormbaan lekker tegen elkaar op vechten eigenlijk. Dus ja, dat was erg leuk en erg goed. En we hadden, ja, kom een quiz. Dat was, jullie kunnen het wel, petje op, petje af. Nou, dit keer kwamen Kees en Joop die kwamen langs. En die kwamen met twee grote kratten met komkommers. Komkommer omhoog, komkommer omlaag. En zo kunnen ze punten verdienen. Nou, dat was een erg geslaagde avond eigenlijk. En de andere helft ging lekker naar buiten en die ging het klokkenspel doen. De veiling klokkenspel, waar ze de naam ballenrezen moesten uithalen. Nou, bij sommigen duurde dat een... anderhalf uur en sommigen waren binnen twee minuten klaar. Dus ja, daar was ik wel een beetje gezwommen. De ENF in een zwembad en de CD in een zwembad, want ja, het weer zat niet mee, dus we moesten zwemmen met z'n allen lekker wezen barbecuen. Dat was ook weer erg lekker. En aangezien het weer toch opnapte die donderdag, hebben we gelijk de spelletjesavond daarin losgelaten. Waardoor we die gelukkig niet hoefden te schrappen, want we hadden de zwemmesterfetten wel moeten schrappen helaas. Zijn we komen we bij de vrijdag aan. Vrijdag is grote finale dag zoals jullie weten. Voetbaltoernooi hebben we is gespeeld. En daarna hebben we nog het vrijdagmiddagspel gespeeld. Dat is de Westlandse dorpentocht in het bos. En daarna hadden we er mooi komen. Ik wil een dertend applaus voor de groene paprikasnaaiers. Nog een keer een groot applaus voor de groene paprikasnaaiers. En hebben we nog een hele mooie uitreiking eigenlijk. Een van de mooiste die we hebben. Dat is het F'tje, E'tje, D'tje en C'tje van de week. En daar gaan ze eigenlijk ook allemaal voor. Dus ze lopen lekker te slijmen bij de leiders en de coaches. Logisch. Het F'tje is geworden Sam Moerenhout. En we blijven lekker in de familie, want het E'tje is geworden Stan Moerenhout. Het eentje is geworden Tom van den Broek. En het C'tje is geworden Frank Oosterlee. Gezellig, een hele hoop verleden. Alleen het was gewoon één groot feest geworden.
Ja, en om ze dan zaterdagochtend om 7 uur het bed uit te krijgen, was niet helemaal vanzelf gegaan. Kijk je melden. We hebben een paar emmers water gekost, maar ze zijn het allemaal uit. Die kwam naar Leiden toe. Hij zegt van, joh, ik heb zo'n verschrikkelijke pijn in mijn arm, heb je mijn telefoon, hè? Joh, wat is er gebeurd dan? Ja, ik heb een muggenbult. Stef Mostert, die heeft heel erg pijn in zijn buik. Hoe komt dat? Ja, mijn buik die wordt. Ook de leiders die, ja, die takelen een beetje af naar, naar het loop van de week. En heb je... Ik snap hem! Ja, bij de leiders is het ook een beetje minder geworden. Nou ja, zo zijn er nog heel veel anekdotes. Ik vertel ze niet allemaal. Dat mogen jullie lekker zelf vragen aan de jongens onder een happie en een drankje. Voordat ik afsluit, wil ik jullie wel vragen van, als jullie de jongens onder de douche hebben, kijk ze even goed naar voor teken. Wij doen het, wij hebben het ook elke avond gedaan, maar ja, het kan zo zijn dat we er eentje over het hoofd zien. Degene die een teken hebben gehad, heeft een mooi cirkeltje om het plekje, dus hou die even de komende dagen in de gaten alsjeblieft. Verder wil ik nog even de laatste kampgangers die voor het laatst meegaan hartelijk bedanken. Ze hebben een mooie aandenken gehad, deze jongens. Ze waren echt een topteam dit jaar. Meen ik serieus. Een groot applaus voor ze. Voordat jullie allemaal gaan rennen, mogen jullie zo eerst nog even langs je kampleider gaan. Hebben we nog een klein aardigheidje voor jullie. Even als aandenken van deze gouden Westlandse week. Ik dank jullie wel. Dat waren gesleutelde kuiltjes. Ja.